We gaan door met de volgende, want er waren nog meer cijfers. Arcadis en Ordina kwamen met cijfers. Koen, Arcadis, dat viel een beetje tegen, ja, ook, hè? Ja, ook een behoorlijke daling van de winst. Dividend gaat van 60 cent terug naar ergens in de 40 cent. Dus ook daar een behoorlijke daling. Ze hebben afboekingen op projecten in Brazilië. Ze hebben een aantal debiteuren waar ze geen geld meer voor gaan krijgen in het Midden-Oosten. Dat zijn allemaal eenmalige posten. Maar desalniettemin hebben ze het gewoon echt toch nog wel zwaar. Zijn op zoek naar een nieuwe topman. Dus ja, voorlopig lijkt het erop dat ze nog even door zwaar weer heen moeten bij Arcadis.